alle sprekers zijn er. De pitchers, de helpers, superveel helpers. Ik denk bijna 800 door heel Nederland. Ja. En ik denk dat ongeveer de helft daarvan vanmiddag aanwezig is, nog ter afsluiting van dit initiatief. En de andere helft zijn gewoon mensen die geïnteresseerd zijn en komen naar de bijeenkomst. Dus heel gemêleerd gedaan. 70 boeken uitdelen in je omgeving op voorwaarde dat je het leest en doorgeeft. Dus daardoor is iets in gang gezet vanuit het idee van een klimaatboek. Nou, het ging in ieder geval hoe we de natuur kunnen inzetten voor een duurzame wereld. Dus allemaal kunstobjecten, allemaal vanuit schimmels en bacteriën en poep en pies. Allemaal hele hennep, allemaal hele bijzondere materialen waren gemaakt. En degene die daarachter zit is Lucas de Man. En ik vond het zo'n bijzonder project. Ik denk, oh, als hij ook kan komen, toen heb ik hem benaderd. Hij kon ook. En toen de vijf pitchers. Omdat ik bij Stap Ecocide zit ik al. Dat is de juridische kant van het verhaal. Onderwijs vind ik heel belangrijk. Daar doen ook veel docenten mee. Toen ben ik gewoon duurzaam docent van het jaar 2019 ben ik gaan benaderen. Die kwam ook. En die neemt nu ook iemand van Youth for Climate mee. Dus je hebt Teachers for Climate en Youth for Climate. Toen kwam ik iemand tegen die zit, die is als vrijwilliger betrokken bij kweekvlees. Iemand uit Gouda. Dus ik kwam bij Ira van Ede, dat is de dochter van Willem van Ede, de grondlegger van het kweekvlees. Die is inmiddels overleden. En zij zet dat voort. Super als we straks geen dieren meer hoeven te doden. En dat het enorm milieuwinst is als we al die dieren niet meer hoeven te houden. En het wordt nog gezonder ook, kweekvlees. Dus daar gaat zij een pitch over geven. Toen kwam ik nog een man in Reewijk tegen. Hij is betrokken bij energie. Bij de zonnekrachtcentrales, want waarschijnlijk hebben we te weinig plek in Nederland om alles zelf op te wekken. Dus hoe mooi zou het zijn als we die woestijnen gebruiken om daar enorme zonnekrachtcentrales op te zetten. En daar ook weer waterstof bijvoorbeeld te kunnen produceren. En dat kunnen ze leveren aan de rest van de wereld. Net daarbij een verdienmodel ook voor de arme mensen daar, want dat is ook belangrijk dat we die erbij betrekken. En toen had ik nog Energie Samen, zij een overkoepelende organisatie voor alle energieinitiatieven in Nederland, zoals energiecoöperaties. En zij gaan ook een korte pitch doen. Ja, geweldig. Nou, Peggy die heeft op een dag een mailtje gestuurd en gezegd van ik wil jouw boek eigenlijk doorgeven, zodat heel veel mensen het gaan lezen. En vind je dat goed als ik het doorgeef? En zou je dan aan het eind, als iedereen zijn boek weer terug heeft en het heeft doorgegeven, zou je dan bij een eindbijeenkomst willen zijn? En ik heb natuurlijk ja gezegd omdat ik het een heel mooi initiatief vond. Het is moeilijk om één of twee hoogtepunten aan te wijzen, maar wat je wel ziet zijn ontwikkelingen die door de jaren heen sterker worden. Bijvoorbeeld meer duurzame energie, meer burgerbewegingen voor duurzaamheid, meer rechtszaken waarin eigenlijk het klimaatbelang overwint. En zo zie je dat er wel degelijk iets verandert, alleen het gaat nog niet snel genoeg. Allerlei initiatieven van burgers die zich samen organiseren om echt een verschil te maken. En zij bouwen eigenlijk samen aan een hele andere economie, gebaseerd ook op andere waarden dan in de formele economie. En ik denk dat daar al heel veel gebeurt en dat heel veel mensen ook handelen vanuit hetzelfde optiek van het moet anders. En ik denk dat deze bijeenkomst waar jullie verslag van doen daar ook een voorbeeld van is. Van mensen die eigenlijk het heft in eigen handen nemen en zelf gewoon iets nieuws proberen te gaan doen. Ja, wat probeer jij te bereiken bij het publiek vanmiddag? Nou, ik hoop ze gevoelig te maken voor het feit dat het nooit of allemaal goed gaat of allemaal slecht. Dus er zijn een hele hoop bewegingen. We zitten in een hele complexe wereld en ook in een moeilijk moment. Maar als je al die dingen bij elkaar optelt, dan kun je zowel dingen onderscheiden die de goede kant op gaan als die de slechte kant op gaan. En dat betekent ook dat we hoop kunnen houden op een toekomst die niet alleen maar negatief is of alleen maar positief. Is een beetje de kern van mijn verhaal. Het is een pleidooi eigenlijk voor de vele kleuren die er in de transitie zijn. Het is niet zwart-wit. Comedy New Heroes is onze organisatie van allemaal verschillende creatieven. En wij maken verhaal en verbeelding over moderne thema's. Dat wil dus zeggen boeken, televisie, theater, installaties. Alles wat nodig is om het verhaal te vertellen van een veranderende wereld. En nu gaat het over klimaat. Ja. En dat past er ook in. Nou, we zijn heel erg bezig met klimaat. Wij zijn bezig met het bouwen van installaties met biobased materialen. Dus materialen die komen van de natuur en teruggaan naar de natuur. We hebben een heel huis gebouwd voor de Dutch Design Week. Staat nu op de Floriade. Peggy heeft dat huis gezien. Heeft mij volgens mij ook een keer zien spreken. Dus ze heeft onaflaatbaar mij gemaild en gestalkt om zeker te zijn dat ik hier zou staan vandaag. En als een vrouw zo hardnekkig is, dan luister ik. Ja, nou, hier staan we dan. Ja. En ik hoor van Peggy dat ze heel veel publiek verwacht. Ja. Wat is de boodschap aan het publiek?
Ik denk de boodschap aan het publiek is dat het, mensen vragen vaak, komt het goed? Hè? Of gaat het slecht? En het antwoord is beide. De toekomst is waarschijnlijk en positief en negatief. En dan vragen mensen vaak, en wat kan ik dan doen? En het antwoord voor mij, eigenlijk wat ik vooral wil vertellen, is dat het niet zozeer gaat over een klimaatcrisis dat we hebben, maar het gaat eigenlijk over een systeem van waardeverandering. Dus wat wij belangrijk vinden, hebben we nu de afgelopen 50 jaar lang opgebouwd. Bijvoorbeeld eigen gewin is belangrijk en economie is belangrijk, noem maar op. En wat je ziet is dat dat systeem van wat belangrijk is aan het veranderen is. Meer richting solidariteit, meer richting natuur. En dat is het mooie. Dus ik wil hen zeggen, jongens, het gaat over een waardeverandering. En niet alleen over wat is goed of slecht voor de wereld. Een van de belangrijkste boodschappen is, er is niet één dingetje. Er is niet één dingetje dat moet veranderen en dan komt alles goed. Het is altijd met elkaar allemaal verbonden. Dus het is een veel grotere systeemverandering dan één klein innovatietje. Trouwens, alle innovatie is er al. Het gaat erom dat we nu in een crisis zitten. Dus nu gaan we pas kijken, hé, welke innovatie is er. En hoe sprak het initiatief van Peggy aan? Nou, wat ik er fijn van vind, is dat het een bottom-up is. Het zijn eigenlijk gewoon burgers die zeggen van, hey, wij moeten bij elkaar komen in onze kring, want het is ook natuurlijk een kring hier, willen wij gaan nadenken. Dat is natuurlijk fantastisch. Als mensen zeggen, wij willen met z'n allen samen nadenken over de volgende stap in het leven, zonder dat we het weten. We nodigen mensen uit die we zelf inspirerend vinden. Nou, ik vind dat fantastisch. Ja. Toch? Ja, ja. Super. Proficiat, Peggy. Ja. Van hoop. Ja, natuurlijk. Ja, ik ga niet op zondag mensen in de put in praten. Nee, dat snap ik. Maar als je ziet hoe snel de. Want als wij namelijk een warmtepomp gaan gebruiken en elektrisch gaan rijden en altijd van dat soort dingen doen, dan hebben we nog maar de helft van de energie nodig in vergelijking met nu. Omdat het allemaal heel veel efficiënter apparaten zijn. Dus in de verandering zit ook heel veel besparing in te pakken. Besparing is niet alleen maar een topstrip en een ledpanel. We kunnen lid worden van een energiecoöperatie, we kunnen een energiecoach op bezoek laten komen, we kunnen boeken gaan lezen en met name ook zelf de kleine maatregelen en misschien ook gaan sparen voor wat grote maatregelen. Maar we hebben genoeg oppervlak om inclusief de Noordzee genoeg zon en wind op te leggen voor alles wat we nodig hebben, plus nog wat aardwarmte en kleine bronnen. Nou, kijk, een crisisaanpak is natuurlijk eigenlijk dat je wat gaat doen. Dus dat ook regionale en lokale overheden gaan helpen om mensen sneller in staat te stellen om zonnepanelen te nemen, om samen dingen te ondernemen, et cetera. En als het niet snel genoeg gaat, dan helpt het om de straat op te gaan en klimaatmarsen te houden en in te gaan spreken bij overheden. Want ze moeten het idee krijgen dat gewoon 80% van de mensen is ongerust over het klimaat. Maar dat zijn niet de mensen die gaan inspreken, dat zijn juist de boze 20% die niets willen. Dus wij moeten veel meer tegendruk geven met de mensen die wel de verandering willen. Ja. En dat kan op een manier dat het je in heel veel gevallen niet meer geld kost, maar dat je net dingen even anders gaat doen. Soms moet je dan wel van tevoren kunnen investeren en daar moeten overheden ook bij helpen, dat die mensen niet, zeg maar, niet op hun spaarrekening hebben, had ik ook niet, dat die het kunnen lenen en dan in 15 jaar weer terugbetalen. Maar dat kan je dan op een manier doen dat jouw maandlasten niet omhoog gaan. Ja. Want mijn energierekening betaal ik wel mijn lening terug, maar dat is niet een hoger bedrag dan mijn energierekening was. En zeker nu niet. Nu is het maar de helft. Dus ja, ik denk dat je de overheid ook moet helpen met het mogelijk maken voor die mensen die het geld niet op de bank hebben. En dat we alles sneller moeten doen en niet zo op alles een slak zout moeten leggen. Ja. Heel veel worden mensen op individuele keuzes aangesproken. Maar bijvoorbeeld in een stad als Gouda is 1/3 geschikt voor collectieve warmteleveringen, voor warmtenetten. Hi Pieter. Ja. En dat is natuurlijk ook een vorm van... Ik denk dat uiteindelijk 80% van de huizen naar een warmtepomp zullen gaan op infraroodpanelen. Als je een appartement hebt, dan hoef je helemaal geen warmtepomp, hang je in elke ruimte 1 of 2 infraroodpanelen, ben je klaar. Dat is veel goedkoper dan een cv-ketel met de dure aardgas van nu. Heb je ineens gezinswoning of nog groter, dan kan je naar een luchtwaterwarmtepomp. En dat zorgt ervoor dat jouw maandlasten niet omhoog gaan. Want jouw energierekening neemt meteen €150 af. En als je het hele bedrag hebt moeten lenen, dan betaal je €150 af per maand. En dan doe je
dan 15 jaar over. Nou, dat heb je echt met deze prijzen BSPEC over, want je kosten gaan nooit meer omhoog. Dus ik denk niet dat warmtenetten in heel veel gevallen de oplossing is. Want een warmtenet is alleen maar een goed idee als het niet aardgas is, niet biomassa, niet rest van een fossiele industrie. Dus er zijn maar heel weinig duurzame bronnen waar je een warmtenet op kunt draaien. En in de meeste gevallen denk ik dus dat mensen of naar een infraroodpaneel of naar een vorm van een warmtepomp gaan. Beste reizigers, welkom allemaal op de afsluiting van deze bijzondere reis die ik samen met jullie de afgelopen 3 jaar heb gemaakt. Voor wie mij nog niet kende, ik ben Peggy Minnekhuis en ik ben jullie reisleidster van het eerste klimaatboek dat ik destijds heb uitgedeeld tot deze bijeenkomst hier vandaag. Op dit moment echter hebben we eerst even een tussenstop, want de volgende generatie heeft een hele belangrijke boodschap voor ons. Hier aanwezig is de kinderburgemeester en 3 kinderwethouders. Zij hebben een belangrijke boodschap voor jou, Peggy, en voor ons allemaal in de zaal. Een vraag aan de kinderburgemeester. Jinia, kun jij al gelijk vertellen waarom jullie hier naartoe zijn gekomen? Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn? Nou, kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Ja. En die leven nog super lang op deze wereld. Ja. En zij krijgen dus ook het meeste te maken met alle vervolgen van de klimaatverandering. Zeker, ja. Nou, heel goed. Begrijp heel goed dat je er bent. Mooi. Noor, wil jij nog vertellen waar jullie al zo druk mee zijn geweest? Want jullie zijn al een jaar actief, hè, als kindercollege. Nou, ja. We hebben best wel druk gehad. Ik denk dat we zo 80 keer in actie zijn geweest. Ik heb bijvoorbeeld het Anjerperk geopend voor alle veteranen uit Gouda. We hebben met z'n allen een bestemming bedacht voor het stadhuis. Mm-hmm. We hebben een hele leuke promotiefilmpje gemaakt voor Hackshield. En Hackshield is een programma waar je veilig online leert te zijn. Mm-hmm. Ook hebben we het supercoole kidsfeest gedaan, dat was ook heel leuk. Maar we hebben natuurlijk ook grotere evenementen gehad, zoals Gouda bij Kaarslicht, de Sinterklaasoptocht, maar ook Gouda 750 jaar. En dat was natuurlijk super groot en leuk. En de koning was er nog ook eens bij, dus dat was super bijzonder. Gouda, wat was jouw idee? Om met de monumentale molens die in Gouda en rondom Gouda staan energie op te wekken. Want als ze toch al draaien, dan kan je ze net zo goed gebruiken. Ja. Nika, een andere opdracht die jullie gevraagd is om te doen, om gekozen te worden als kinderwethouder of kinderburgemeester, was dat je aangaf wat je belangrijk vindt voor de kinderen in de stad. Welke wensen en welke ideeën heb jij voor de kinderen in de stad? Nou, ik vind het belangrijk voor Gouda dat er veiligere en aparte fietspaden zijn, ja. Dat er meer bomen en planten in de stad zijn en dat er minder afval is in de stad. Daarom vindt het kindercollege belangrijk dat u bij alle plannen die u bedenkt of gaat uitvoeren goed nadenkt wat deze plannen eigenlijk voor kinderen te betekenen hebben. We zorgen allemaal voor onze wereld. Kindercollege Gouda heeft het afgelopen jaar haar best gedaan om een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Zo werkten we bijvoorbeeld mee aan de Boomfeestdag. En hebben we met de Blinky-campagne mensen aangespoord om zwerfafval op te ruimen. En ik heb op mijn school een actie gestart om jouw oude spijkerbroeken in te zamelen. En van die oude spijkerbroeken weer een installatie voor een nieuw schoolgebouw in Gouda. En dat is heel slim van Lauren. Het wordt namelijk toegepast op haar nieuwe middelbare school, de Goudse Waarde. Dus dat heb ik heel slim gedaan. We hopen dat er vanmiddag tijdens deze bijeenkomst heel veel goede ideeën bedacht worden en genoemd worden. We hebben een gezamenlijk probleem dat we gezamenlijk hebben veroorzaakt en weer gezamenlijk gaan oplossen. Zo eindigde ik mijn voorwoord dat ik destijds heb bijgevoegd in die klimaatboeken waarom ik dit initiatief ben begonnen. We zijn dus dader en slachtoffer tegelijk. We hebben nader inzien niet in gelijke mate. Degenen die het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering ondervinden namelijk de meeste last.
En dan heb ik het niet over degene met de laagste inkomens hier en de generatie na mij, dus niet alleen over hen, maar ook over de mensen in arme landen die nu al worden geteisterd door extreme droogte en waarbij de eilanden nu al onderlopen. Ik ben al lang voorzien in mijn basisbehoeften en uit onderzoek is gebleken dat nog rijker steeds minder verschil maakt in geluk, maar nog meer welvaart wel meer milieuschade met zich meebrengt. Welvaart en welzijn zijn niet gelijk aan elkaar. Welvaart is niet meer dan een onderdeel van welzijn en niet andersom. Dus wat willen we nou eigenlijk met al die overdreven luxe? Laten zien wie we zijn? Werkt het statusverhogend? Vergaren we hiermee liefde en aandacht die bedrijfsleren die zijn verbonden aan geluk? Tot ik ergens las dat door de eeuwen heen er zeer uiteenlopende opvattingen zijn geweest over wat aanzien geeft. Dus zouden we onze statusverwerving ook kunnen vervangen door andere eigenschappen als authenticiteit, creativiteit, rechtvaardigheid, kwetsbaar opstellen, bescheidenheid, samenwerken of behulpzaam zijn misschien. Wordt dit straks ons nieuwe normaal? Zouden we onze shoppershaai, de kick die we krijgen na de aanschaf van al die spullen, kunnen vervangen door een helpershaai, dezelfde gelukshormonen die mensen aanmaken als ze zich inzetten voor een ander of hun omgeving? Ik besloot dit experiment aan te gaan en ging een reis dicht bij huis maken. Ik kocht 70 klimaatboeken van Johan Mommers, deelde deze gratis uit in mijn omgeving op voorwaarde dat je het boek leest en weer doorgeeft met als doel bewustzijn creëren en perspectief bieden als het gaat om klimaatverandering. Inmiddels hebben bijna 800 mensen door heel Nederland meegelezen. Eindigt is een tussenstop. Op weg naar de stip op de horizon van 2050 en daarna. Het is een onbekende weg met een onbekende bestemming. We weten niet precies op hoeveel graden we uitkomen. Maar tussendoelen moet je vieren, dat houdt de moed erin. Dat doe ik hier vanmiddag met jullie. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan een mooiere, duurzamere planeet waar ik zelf ook de vruchten van pluk. Met als bijkomend voordeel dat ik samen met jullie de mooiste en de interessantste reis heb afgelegd die ik ooit heb gemaakt. Iedereen leverde hierbij een bijdrage, op zijn eigen manier. Jullie hebben me tijdens de reis gezelschap gehouden en geïnspireerd om verder te gaan. Ik heb geprobeerd de wereld een klein stukje beter te maken dan ik haar aantrof en daar hebben jullie bij geholpen. Dank jullie. Ik ga toch proberen om eens te roepen, waar zit Meppel? Oh, ik zie één hand. En Zwolle. Kijk, daar zijn volgens mij zijn jullie allemaal. Ik kom zelf uit Amsterdam. We kijken wat er nu gaat gebeuren. Amsterdam! Kijk, dat zijn leuke mensen. Echt zo bourgondisch en gelijk reageren. Maastricht. Oh. Ja, dat snap ik natuurlijk wel. Kijk, als je in Maastricht woont, dan heb je hele andere problemen dan klimaatproblemen. Zij hebben André Rieu en ik zou dat ook eerst zelf oplossen. Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer. Ook een aantal. Ja, kijk eens aan. En natuurlijk het zompige veenvolkje uit Gouda en Reewijk en Bodegraven. Die zitten hier toch ook wel, hoop ik. En als laatste dan, waar zitten jullie, ik wou zeggen klote studenten, maar studenten? Zo. Maar ze wilden niet komen, ik heb een rekening geopend voor jullie aan de bar en toen waren ze er opeens wel. Even over Johan Mommers. Kijk mensen, hij zit hier. Ik ben een gewone gezonde man. En als je bij een gezonde man in de huiskamer 451 keer de naam van een vreemde vent uitspreekt, dan kan je je voorstellen dat gaat in je kop zitten. Dat verankert zich, ik heb er niet over gesproken thuis, maar ik zat er toch wel heel erg mee. Jelle Mommers, ik heb hem gegoogeld, ik denk, oh, een schrijver, hij is jong, hij is knap, hij is heel modern om dan ingeruild te worden voor een jonger exemplaar. Ja, wat zal ik zeggen? Dat het je heeft dwarsgezeten, het initiatief. Maar ik denk dat we allemaal ook heel dankbaar zijn ervoor. En ik ben Peggy heel dankbaar voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Ik vond het een heel bijzonder initiatief.
Peggy heeft in het begin gevraagd van vinden jullie het goed van de uitgeverij als we ook alle boeken gaan doorgeven? Dat vonden we goed. We wisten niet dat zoveel mensen het boek zouden krijgen in plaats van kopen. Dat vonden we uiteindelijk iets minder goed. Maar ik denk dat iedereen die de eerste helft van het boek heeft gelezen, weet hoe urgent de situatie is. Hoe bedreigend die klimaatopwarming is voor ons. En dat zien we nu eigenlijk aan de lopende band. Je kunt eigenlijk de krant niet lezen of het nieuws niet kijken of er is wel, wordt wel verslag gedaan van een klimaatgerelateerd probleem. Dit voorjaar, de hittegolven in India die veel vroeger kwamen en veel langer duurden en veel heter waren dan vroeger. Met onder andere bijvoorbeeld tot gevolg dat de Indiase regering een exportverbod op tarwe heeft ingesteld, omdat er schaarste dreigt. Wat weer de voedselprijzen die toch al waren gestegen door de oorlog in Oekraïne verder deed oplopen. Zo zie je dat er meerdere problemen op ingewikkelde manier op elkaar kunnen ingrijpen en onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben die ons allemaal raken. En mijn taxatie daarvan is dat het doel van 1,5 graad, dat is zeg maar natuurkundig gezien nog steeds heel goed te voorkomen dat we die 1,5 graad opwarming overschrijden. Maar als je kijkt naar hoe we er nu voor staan en welke stappen er nu worden gezet op wereldschaal, dan wordt dat volgens mij heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Afgelopen tijd ook, waar nog steeds veel groei in te zien is, is in burgerlijke ongehoorzaamheid en een initiatief van Onderloop, waar dit een voorbeeld van is vandaag. En deze krachten worden volgens mij sterker en ze boeken ook steeds meer overwinningen. Wat je daar, één ding waar je dat aan kunt zien, is dat de politiek ook wel degelijk is opgeschoven. Dus hoewel politici het nog steeds heel moeilijk vinden om harde ingrepen te plegen, zie je ook dat ze al veel verder zijn dan 3 jaar geleden, of dan 5 jaar geleden, of dan 10 jaar geleden. En in de klimaatbeweging vinden we het moeilijk om dat soort overwinningen ook te vieren en te zien, maar die zijn er volgens mij wel degelijk. We hebben heel veel haast, daar zal Marjan het zo meteen over hebben. Maar voor mijn verhaal is de conclusie dat dit nog steeds, ook al voelt het nu misschien niet zo, een hele mooie eeuw kan worden. Dank jullie wel. Als je stemt op een partij die groene ideaal en als die doorwerken in de regering, dan heb je daarmee in één keer zoveel meer impact. Dat doet eigenlijk al die andere dingen teniet. Dus via de politiek is dat nog steeds wel de effectiefste route. En misschien kun je als burger, want je stemmen is ook maar één middel. Je bemoeien met de lokale politiek is denk ik een vrij effectief iets. In mijn ogen, Marjan is wat mij betreft de luis in de pels van ons kabinet. Het klimaatgeheugen van onze premier, hè, die sowieso al een geheugenprobleem heeft, ook met zijn telefoon. De onbetwiste klimaatkoningin, ik denk, hoe krijg ik er op toneel zo? Je moet een paar aardige dingen zeggen. Ze slaat nooit, ze is altijd druk bezet en daarom een keihard applaus, warm applaus voor Marjan. Leuk om hier te zijn. Normaal doe ik het niet in het weekend. Ik probeer ook nog een beetje iets met mijn familie te doen, maar Peggy was met name heel erg vasthoudend. Het boek van Jelma is natuurlijk ook gewoon een supergoed boek, dus vandaar dat ik toch ja heb gezegd. Leuk om hier te zijn. Laten we meteen maar beginnen. We hebben natuurlijk dat vonnis inderdaad in 2015 al gewonnen. Was bij voorraad uitvoerbaar, dus ze hadden meteen moeten beginnen. Dus het niet gedaan. En vorig jaar juni heb ik dan voor het eerst maar eens een brief geschreven naar Mark Rutte van we zijn nu al een hele tijd bezig met onze klimaatzaak en elke keer scheep je me af met het ministerie van EZK. Maar ik wil nu toch heel graag wel een keer met jou praten, want ik vind het eigenlijk wel, zeg maar, chefzaggen. En toen kreeg ik ook binnen 2 weken een afspraak, dus dat viel me heel erg mee. En toen heb ik eigenlijk geëist dat hij ging zitten en dat ik 20 minuten een PowerPoint moest geven over klimaatverandering, want ik hoorde hem zoveel dingen zeggen die echt niet waar waren, dat ik vond dat hij eerst college moest krijgen. Heeft hij gedaan. Dus hij is gaan zitten, ik had een veel kleiner PowerPointje en dit was mijn eerste sheet, alleen al zonder die foto van hem erbij. En mijn vraag aan hem was, van alle uitstoot die de afgelopen 270 jaar is gedaan, dus toen we langzaam kolen, olie en gas gingen gebruiken, hoeveel procent van al die uitstoot denk je nou dat tijdens jouw leven heeft plaatsgevonden? En hij en ik schelen maar een paar maanden in de leeftijd, dus zijn antwoord is mijn antwoord.
En hij ging zo naar mij kijken en hij zei van, nou, als het lineair was, dan was het 15%. Ik heb dat niet eens nagerekend. En toen zei hij, dat zal wel niet goed zijn, dus ik gok 30%. Nou, hier zitten waarschijnlijk kenners en geen kenners in de zaal. Denk eens voor jezelf wat het voor jou zou zijn. Dat hangt dus van je leeftijd af. In ieder geval voor meneer Rutte is het bijna 80%. Bijna 80% van alle uitstoot was tijdens ons leven. En ik wilde daarmee beginnen omdat ik ook vind dat daarmee onze generatie het ook moet oplossen voor een heel groot deel. Ik vind het veel te goedkoop om naar jonge mensen en studenten te kijken en zeggen, ja, jullie zijn mijn hoop en jullie gaan innovatie doen en lekker afschuiven en ondertussen in het vliegtuig stappen. Dat is wat onze generatie natuurlijk voor een heel groot deel doet. En eigenlijk hebben we nog maar 10 jaar, als we echt nog zouden willen proberen om onder die 1,5 graad te blijven, dan zou je binnen 10 jaar naar 0 uitstoot moeten. En ik ben niet naïef, ik weet ook wel dat dat normaal niet gebeurt, polderend zeker niet, en ook niet met een zogenaamde transitieaanpak, want dat schijnt ook 2 generaties te moeten duren. Dus het kan alleen nog maar met een crisisaanpak. Maar als je echt weet hoe ernstig het wordt als we het niet doen, dan denk ik dat je alle reden hebt om die crisisaanpak te kiezen. En daarom wilde ik hem toch gewoon zoveel mogelijk crisis voor zijn neus zetten, zodat dat begon door te dringen. En dan hadden we natuurlijk de eerste jaar van corona een enorme dip in de uitstoot. Waardoor heel veel mensen dachten van, nou, dit gaat het worden. Maar ja, als je het jaar daarna kijkt, nog nooit zo hard gestegen. Het wordt steeds diep donkerroder, dus we zijn niet goed bezig. En de temperatuur gaat daar dus ook gewoon achteraan. Want CO2-concentratie en temperatuur hebben een hele directe link. Nou, dat vertelde jou natuurlijk ook. Het is gewoon inmiddels al meer dan 1,1 graad warmer over de wereld. Maar in Nederland is dat al richting 2. En als de wereld 2 graden opwarmt, dan warmt de Noordpool 5 graden op. Het is helaas niet gelijk verdeeld. Dus er is heel veel reden om zo snel mogelijk terug te gaan. Nou ja, dan dacht ik, doe ook nog even iets positiefs. Want het is gewoon een race tegen de klok. Dus aan de ene kant gaat klimaatverandering steeds sneller en niet de goede kant op. Maar aan de andere kant zijn we ook wel met alle mensen bezig. Dit is uit Amerika, waarin al die kleurtjes laten zien wat er verwacht was aan de groei van steenkool. Dus eerst dacht men die lichtblauwe, die lichtgroene, zo snel zal het gaan. En toen dachten ze die daaronder. Maar de echte daling van steenkool is die zwarte lijn. Dus het is heel hard naar beneden gegaan. Zelfs in de tijd dat Trump zei, ik ga de steenkool weer groot maken. Het is gewoon niet gelukt. De een na de ander gaat uit. Want in heel veel landen van de wereld is zon en wind inmiddels goedkoper. Dus ook de economie begint gewoon de goede kant op mee te werken. Dus dit gaat de goede kant op. Andersom gezien werd er door het internationale energiegezelschap gezegd van, het gaat wel heel langzaam de groei van zon. Dus dat, die lijntjes die je richting lopen was wat zij dachten. Die zwarte lijn is hoe hard het echt gaat. Toen wij in 2010 begonnen met de actie Wij willen zon, hebben we 50.000 zonnepanelen geïmporteerd. En toen ging de prijs ineens 1/3 omlaag. En toen zeiden wij van, nou, over zoveel jaar denken wij dat er 1 miljoen liggen. En toen zei iedereen, nee, dat kan nooit. Nou, dat is dus allemaal wel gebeurd. Inmiddels heeft 1,5 miljoen van mensen van Nederland hebben zonnepanelen op hun dak. Het gaat echt heel hard. Dus om ook nog wat hoop in de tent te houden, we gaan aan de ene kant heel hard, maar we gaan ook aan de andere kant heel hard. Het is echt een gevecht in de tijd. En we moeten echt met z'n allen maximaal inzetten op die versnellingen. Er moeten echt gewoon grote doelen komen vanuit een overheid, want mensen gaan het niet allemaal vanzelf doen. De voorlopers wel, maar niet de grote massa. Dus daarom ben ik wel blij met zo'n verandering. En zelf zou ik zeggen, in de meeste gevallen, doe niet zo'n hybride warmtepomp. Want die hybride warmtepomp zorgt niet voor je douchewater. En zorgt ook niet voor het koken. Dus blijft hij vaak in veel gevallen nog steeds gas gebruiken. Als het koud wordt, gaat hij over op de cv-ketel. Dus maximaal levert je dat 50% besparing op je totale gasrekening. Terwijl heel veel mensen kunnen meteen door naar een volledige warmtepomp. En dan kun je echt van het gas af, ben je ook van die vaste lasten af. Dus ik denk dat we nog wel een stap verder kunnen, maar politici zijn voorzichtig en netwerkbedrijven moeten nog 20 stappen extra gaan zetten. En ook daar hebben ze hulp bij nodig. Maar dit zijn wel de eerste seintjes dat, ik denk Rob Jetten vooral, echt aan het drukken is op grotere stappen. En daar ben ik op zichzelf wel blij mee. Nou, landbouw en voedsel ging natuurlijk ook heel even over. Ja, het maakt ontzettend veel uit als wij geen vlees meer eten. Daar spelen we nou heel veel land mee vrij. 65% van ons landgebruik in Nederland is voor dieren of voor diervoedsel. Dus als je dieren minder hebt, heb je ook geen diervoedsel nodig, dan speel je ontzettend veel hectare vrij. Daar kan voor een deel natuur op, daar kun je voor een deel grondstoffen gaan verbouwen voor bouwmaterialen.
En ook voor een deel woningen daar waar je denkt dat er echt een tekort is. Ja, dus ik denk dat we daar heel veel kunnen doen, maar dat moeten we met elkaar wel gaan vertellen. En dat is dan. Dus ik zei tegen meneer Rutte, als ik nu zaken begin voor 2030, dan win ik die vrij zeker. Maar ik heb liever dat je werkt aan de oplossing. Ik vind het zelf ook veel leuker om te werken aan de oplossing dan weer een rechtszaak beginnen. Dus ik had een zogenaamd Woman on the Moon plan meegenomen. A la Kennedy, die zei van, nou, ik wil binnen 10 jaar naar de maan. Ik heb de metalen nog niet, de computers nog niet. Ik heb geen idee hoe, maar ik wil binnen 10 jaar op de maan. En 8 jaar later stonden we op de maan. Dus ik heb tegen Rutte gezegd van, nou, ik ben bij de hele industrie langs geweest. Dus staal, chemie, kunstmest, alle grote uitstoters. Hier is een plan waarmee je binnen 10 jaar naar nul uitstoot kan. Zij gaan zelf ook honderden miljoenen investeren, maar er moet wel iets bij. Want als zij dat op eigen houtje doen, dan worden ze gemiddeld 10% duurder dan hun concurrent. En dan vallen ze dus om. Maar dat kun je wel binnen 10 jaar iets doen, wat iedereen nu nog voor onmogelijk houdt. En daar werd ik dus heel enthousiast van. Ineens zag ik ego. Oh, dan worden wij Olympisch kampioen. Oké, ja, dan worden wij Olympisch kampioen. Dus toen mocht ik 2 weken later nog een keer terugkomen en toen hebben we in meer detail dat plan doorgesproken. Ja, dus mijn verhaal gaat er eigenlijk over, het moet in 10 jaar en niet in 30 jaar. Ik hoop dat jullie daar allemaal mee gaan helpen en dat jullie dan ook tot die idioten zijn gaan behoren die gewoon doen wat nodig is. Dank jullie wel. Nou, hetzelfde verhaal natuurlijk. Je hebt erover nagedacht, eindig met een vraagteken, geen orakelgedrag. En nou, ik zou zeggen, waar is die box? Daar. Ook wat jonge mensen, misschien? Jonge mensen? Zitten die achterin? Controversiële onderwerpen die je daarbij kan opbrengen is nucleaire energie. En ik vraag me toch wel af hoe u ernaar kijkt en dat een naam geven van groene energie. Ja, nou, mijn visie is dat als het er al staat, zoals in Frankrijk, en het is veilig, laat het even lekker staan en laten we eerst olie, kolen en gas eruit gaan duwen. Voor Nederland, als je hier een kerncentrale zou willen beginnen, dan ben je zo 15 jaar verder op zijn minst. En tegen die tijd is het 3 keer duurder dan stroom en uit zon en wind. Dus dan is het economisch ook een heel slecht verhaal. Dus het lijkt mij voor Nederland echt niet slim. En dan heb ik het nog niet eens over de afval en al die andere negatieve aspecten. Maar het is ook economisch gezien in Nederland gewoon echt niet rendabel. Achter je. Kijk. Nou, vaak als ik bij klimaatbijeenkomsten ben, is het zo'n witte bende. Ik ben gewoon benieuwd naar je ideeën om de beweging diverser te maken. Ik zou zeggen, vooral heel erg openstaan voor andere mensen van allerlei soorten, zeg maar niet man en wit. En kijken als ze er interesse in hebben of ze mee willen helpen. Maar als je kijkt gewoon naar de agenda, wij krijgen best wel veel brieven van mensen die bij ons willen werken, maar dat zijn nooit mensen van kleur. En de ene die dat wel was, die heb ik ook aangenomen. Maar ik ga zelf niet heel hard op zoek, want ik wil graag mensen die zelf graag willen. Dus het gaat er ook om wie meldt zich met hart en ziel voor zo'n onderwerp. En dat zijn op dit moment toch bepaalde groepen. Dat wil niet zeggen dat je in de uitvoering niet zeg maar, naar alle groepen toe moet. Hè. Als je het hebt over woningen energie neutraal maken en bij huurwoningen, ja, dan kom je in hele andere groepen terecht. En dan moet je ook op een andere manier communiceren en uitleggen en weten dat bepaalde groepen het toch liever een graadje warmer hebben, et cetera. We gaan even pauzeren. Dat is 20 minuten, dan zien we elkaar weer hier en dan starten we met 5 korte verhalen. Nou, tot zo. Nee, een hele mooie middag. Ik heb een gesprek met mijn opgehaald. Ja. Kleine dingen, zonder dak, wind op zee. Heel helder. De indruk dat het vanmiddag een middag van hoop is. Nee, 80% van de CO2-uitstoot in ons leven. Nou, wat ik eruit haal is dat het glas zowel half vol als half leeg is. Biggie, love you! Raakt hij jou wel? Nou, toen dacht ik ja, doe gewoon minder. Het is veel fijner. Ja. Veel luchtiger. Dat is fijner. Ja. Ja. Oh.
Goedemiddag, ik ben Sietse de Haan van de Vereniging van Zonnekrachtcentrales. Ja, zo gebruiken ze het in de woestijn en in Spanje, zeg maar. Maar als je hier het zou willen gebruiken voor warmte, dan kun je die warmte natuurlijk ook tijdelijk opslaan. Inderdaad. Nou, je kunt natuurlijk met de energie uit de woestijnen ook waterstof maken. En woestijnen, die hebben we zat in de wereld. Hier zie je dus het allemaal op een rijtje. Dit plan is het Desertec 3.0 plan. Nederland heeft al een overeenkomst gesloten met Namibië om daar uit Kalahari-woestijn waterstof te halen. Heeft Nederland dan toch een keer een vooruitziende blik gehad? Voor het hele land hebben we het wel uitgerekend. Als je een derde van de warmtevraag, en dat is evenveel als de totale elektriciteitsvraag, met die CST geconcentreerde zonthermie zou willen afdekken, dan heb je de oppervlakte van Apeldoorn nodig. Maar je kunt het op heel veel industrieterreinen natuurlijk ook neerzetten, gewoon tussen de gebouwen door. In Antwerpen hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan bij boven een parkeerterrein en boven een spoorlijn, onder een hoogspanningsleiding. Dus dat neemt dan eigenlijk geen ruimte in. Ja. En moet ik dan altijd denken aan zo'n toren met een cirkel van collectoren eromheen, of kan het ook op andere manieren? Nee, dit soort, als je warmte wilt hebben van zeker niet zulke hoge temperaturen, tot 400 graden zeg maar, dan zijn paraboolspiegels veel geschikter. En die kunnen op gebouwen neergezet worden? En die kunnen ook op gebouwen neergezet worden, ja, zelfs dat. En iedereen denkt altijd, we moeten alles in Nederland voor elkaar zien te krijgen, en dat is denk ik een illusie. Terwijl in de woestijn ligt de energie voor het opscheppen. En dat is zo'n gigantische hoeveelheid, daar moeten we echt naartoe. Dit zijn een aantal van mijn mede-collega's bij Teachers for Climate. Binnen aardrijkskunde leer je eigenlijk best veel deprimerende dingen, zoals over klimaatverandering. Nou, dat is organisaties voor en door docenten met als doel om duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd te krijgen op een systematisch niveau. Juist, niet als apart vak, maar ieder vak met aandacht voor duurzaamheid. Ja. Nu is vaak duurzaamheid op school is het een beetje de hobby van één enthousiaste docent. Ja. Maar het is heel erg belangrijk dat leerlingen erover leren. Ja. Voor hunzelf, voor hun toekomst, maar ook voor de maatschappij en als versneller van de transitie. En het idee is dat het inderdaad geïntegreerd wordt in alle aspecten van de school. Dus in elk vak kan het kwijt, maar ook in de schoolomgeving en het gebouw en ook in de manier waarop we lesgeven. We organiseren netwerkbijeenkomsten om juist die enthousiaste docenten een netwerk te geven en elkaar te inspireren. We organiseren trainingen en workshops. We helpen mee met acties zoals de klimaatstakingen van de jongeren. En we organiseren ook livecasts, dus eigenlijk een soort van uitzending over onderwerpen die belangrijk zijn voor het onderwijs. En hoe zie je dan je rol vanmiddag hier? Nou, ik hoop heel veel mensen ervan bewust te maken hoe belangrijk het is dat er duurzaamheid in het onderwijs verweven is. En mensen misschien ook een aanzetje te geven om er wat mee te doen. Dus ik hoop dat ze naar me toe komen, of naar ons eigenlijk, na afloop. Juist. Zodat wij samen kunnen gaan werken. Juist. Ja. Youth for Climate is een organisatie, een jongerenorganisatie, dus bestaat uit alleen maar jongeren eigenlijk, die zich inzet om de stem van jongeren te vertegenwoordigen, naar de politiek toe, maar ook in het maatschappelijke debat. En wij organiseren bijvoorbeeld klimaatstakingen. Maar we helpen ook bij bijvoorbeeld de duurzame docentverkiezing. Zo zijn er allerlei projecten en hebben vorig jaar ook een onderwijsmanifest geschreven. Kweekvlees is vlees waar je wat wel echt vlees is, maar niet van dieren overkomst. Ik hoop dat men blij gaat zijn dat we in de toekomst op een betere manier iets kunnen maken wat we heel graag eten, namelijk vlees. Ook vis en ook kip en ook varkensvlees. En dat we dat vooral ook niet hoeven. Ja, daar hebben we geen dierenleed meer bij nodig. Maar het is ook veel beter voor het klimaat. Omdat kweekvlees minder land, minder water, minder voeding nodig heeft. Het is veel efficiënter. Dus op die manier kunnen we ook een steentje bijdragen met kweekvlees aan de klimaatvraagstukken die er liggen. Het wordt ook wel slachtvrij vlees genomen. Maar je laat cellen direct groeien, worden ze direct te voeden. En dan heb je voor het maken van vlees heb je geen heel dier nodig.
En daarmee wordt het ook veel efficiënter. In ieder geval ook heel diervriendelijk. Ja. En ik geloof dat ik nu ontzettende slagen ga. Succes! Oké. Ja. Wat dat is. Dames en heren, een hartelijk applaus voor 6 Energie Samen is de branchecoöperatie van energiecoöperaties. Wij ondersteunen zo'n 673 energiecoöperaties in Nederland. Juist. En hoe ben je in aanraking gekomen met Peggy Munnekhuis? Die heeft contact bij mij opgenomen. Volgens mij is iemand van de organisatie is lid van een energiecoöperatie en werkt daar ook in het bestuur en kent mij zo. Oké, goed. En wat wordt het belangrijkste verhaal? Wat is de boodschap voor vanmiddag? Ja, dat dingen mogelijk zijn. Dat je niet alleen naar de politiek hoeft te kijken of naar de rechters. Maar dat je morgen kan beginnen en lid kan worden van een energiecoöperatie. En met je buren zelf een nieuw duurzaam energiesysteem in je eigen wijk kan bouwen. En gaat het goed met de opkomst van energiecoöperaties in Nederland? Absoluut. Zo'n 10 jaar geleden waren er zo'n 30, 40. Nu zijn er 673 en zijn er zo'n 100... 1000 burgers zijn lid van een energiecoöperatie in Nederland. Een duidelijke conclusie uit de analyse van het programma Aardgasvrije Wijken, dat als er al een initiatief was en er waren burgers zelf bij betrokken en die gingen echt op de bres staan voor het project, dat de meest succesvolle projecten waren in dat hele programma. Er zijn zo'n 150 initiatieven die bezig zijn met warmte en er zijn zo'n 30 voorlopers die wij betrekken in Energie Samen Buurtwarmte, noemen we dat. Waar we ze echt ondersteunen met kennis en standaard producten. En we gaan echt nu ook verder in de toekomst, zodat elke wijk en elke buurt haar eigen warmtenet kan aanleggen in coöperatieve vorm. Klinkt mooi. Ja, en hoopvol ook. Zeker. Ja. Ja, Stichting Stop Ecocide houdt zich bezig met het strafbaar maken van ecocide op internationaal niveau. En dat doen wij sinds 2017, hebben we een campagne lopen. Die campagne is opgericht door Polly Higgins. Dat is een advocaat waar ik heel lang mee samen heb gewerkt. En in 2019 is zij helaas overleden. Maar hebben wij wel haar campagne hebben we voortgezet. En is het nu aan de orde van de dag. Is er heel veel reuring over ecocide en of dat strafbaar moet worden, ja of nee. Wordt in heel veel parlementen wordt daarover gesproken. België is heel erg vooruitstrevend op dit gebied. Dat heeft u misschien wel gehoord. Zij willen het daar ook in de grondwet opnemen. Daar zijn ze nu mee bezig om daar een tekst voor te schrijven. Mogelijk is om ecocide, grootschalige vernietiging van ecosystemen, om dat strafbaar te maken. Want dat is op dit moment niet het geval. Ja. De bio-industrie zou alles wat heel grootschalig is, wat heel veel vernietiging van biodiversiteit teweeg brengt, landbouwgif, ja, als allebei daarvan doodgaan, ik zou dat ook zeker onder kunnen vallen. We hebben een manifest opgesteld en dat manifest is door een kleine 200 organisaties nu ondertekend. Maar lokale gemeenten die zouden dit manifest ook kunnen ondertekenen. Dus dat is het plan op dit moment om zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen. Wij voeren de campagne om de vernietiging van de natuur verboden te krijgen via de wetgeving. Maar het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat er precies onder ecocide valt. Je moet dan bepaalde voorwaarden voor doen dat het grootschalig is, wijdverspreid en ernstig. Voor de burger hebben we een petitie die ondertekend kan worden. En vervolgens als je de petitie hebt ondertekend, krijg je ook de mogelijkheid om aardebeschermer te worden. En daarmee doe je een 1- of meermalige donatie van €5. Waarbij je erkent dat ecocide een internationale misdaad zou moeten worden. En je sluit je aan bij een internationale beweging van aardebeschermers die er hetzelfde over denken. Ja. Iedereen gebruikt zoveel CO2. Ze hebben allemaal een te groot huis, ze rijden te veel auto, ze gaan met een vliegtuig. Je zakt er doorheen, dan is het gewoon afgelopen. Dat viel me op. De Grote Schouwburg met mijn installatie, het Persoonlijk Klimaatakkoord heette. Het is een vertaling van het Parijs Klimaatakkoord naar individueel niveau in Nederland. Dus ik heb uitgerekend hoeveel iedereen in Nederland boven de 18 mag uitstoten. Je moet dus als eerste nadenken over wat jouw toekomst de komende 12 jaar is.
Dus wat wil je gaan doen? En dan heb ik 5 categorieën waar je dus over na moet denken. En er is een weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal staat het staat een groot grijs blok. Dat staat voor het maximum aantal kilogram CO2 wat je dus mag uitstoten in de komende 12 jaar. Aan de andere kant van de weegschaal kun je blokjes neerzetten die dus staan voor jouw levenskeuzes. Dus dan kun je uiteindelijk dus denken van oké, wat ga ik dan doen? En dan kun je dus kijken van of je binnen of buiten het maximum zit, wat je dus mag uitstoten. Stel je voor je zit buiten het maximum. Dan kunnen we gaan kijken wat je voor levenskeuzes kan veranderen. Wil je dus wel binnen het maximum komen? Ook categorie, ook de blokjes van binnen de categorie hebben verschillende kleuren. Dus stel je voor, de ene is rood, dat is het vervoer. Als jij dus uiteindelijk veel rode blokjes hebt, dan kun je dus gaan kijken, nou, te veel vervoer, wat kan ik anders gaan doen? Misschien moet ik toch vaker de fiets pakken. Misschien. Voeding, huis, dus woning. Spullen is een groot onderdeel. Vervoer en dan kind heb ik als laatste onderdeel. Kind? Als je kind hebt. Want ja, dat is ook CO2 vervuiler, zeg maar. En gewoon, je zet een wereldburger op de wereld. Dus dat is ook gewoon impact. Ja. Ik merkte dat als ik het had over klimaat, dat mensen veel... Het was zo'n groot onderwerp. Het was moeilijk te vatten. Er waren geen kaders. Deed ik het nou wel goed of niet? Dus ik wilde het dichter bij de mens brengen. Ik wilde het persoonlijker maken. Zodat mensen het meer... Ja, het eerder begrepen. Eerder in kunnen inleven eigenlijk. Dus vandaar dat ik het klimaat eigenlijk inzichtelijker wilde maken. Toen heb ik het dus kleiner gemaakt. Dus een persoonlijk klimaatakkoord. Dat is wel wat mensen wel begrijpen. Ja. Dus we zitten in de crisis. Dus gaan we tegen iedereen vertellen dat het anders moet. He, dat is eigenlijk de waarheid. Het verandert omdat het moet. Niet omdat we allemaal plotseling intelligent zijn. Oké. We zitten in de crisis, nou dat weet je allemaal, een mooie golf is, er komt nog een dikke economische crisis, jee voor de jongeren, hè. Er is, en het meest belangrijke is, de waarheid is dood. En dat is, wil ik even bij stilstaan. Het moeilijkste is niet de klimaatcrisis, die gaan we oplossen, don't worry. Het moeilijkste is niet de technologische uitdagingen die kunnen oplossen. Het moeilijkste is dat er een crisis is in geloof naar elkaar toe. De waarheid is dood. Ja, dat wil zeggen dat je zelf moet bepalen wat goed en fout is. Supermooie speech van mevrouw Minister, maar een klein beetje dat ze zei van waarom zijn er geen gekleurden, zegt ze, ja, die komen niet. Oeh, oppassen hè, met dat soort uitspraken, die komen niet, want ze zijn er niet. Hè? De intelligente mensen van kleur die bezig zijn met de klimaatopwarming, tuurlijk bestaat. Dat wil zeggen dat wij ze niet zoeken. Dat is het antwoord. Ja? We zoeken ze niet. Waarom zit het hier vol wit? Omdat jullie de tijd hebben om hiermee bezig te zijn. Ik word betaald, dus ik kan er ook mee bezig zijn. Ja? Groeiende ongelijkheid wil zeggen, zij die mee kunnen, de haves en de haves not. Het gaat niet om geld, het gaat om toegang. Ja? Zeg nooit, we vinden ze niet. Of ze moeten maar komen als ze zin hebben. Want dat is het meest discriminerende dat je kunt doen. Zeggen van... Ik weet niet, wij doen ook maar wat. En op een dag was ik dus op mijn kantoor. Biobased Creations is een organisatie, verbeelding rond en met de natuur verhalen vertellen. En toen kregen we dit gekende schema, u kent het wel. Hé. We moeten met z'n allen in Nederland, in België niet, we hebben daar supergoed. Maar in Nederland moeten naar 50% CO2-reductie en tegelijk 1 miljoen huizen bouwen. En wat zeggen dan die mannen in maatpak? Dat kan niet, dat wordt moeilijk, enzovoort. Hè? En dan heb je het andere, wat ik niet wist, en jullie wel, want jullie zijn hoog opgeleid, dat in Nederland de grond aan het zakken is. Sneller dan de zeespiegel stijgt. Dus jullie zitten allemaal naar de zee te kijken, en ondertussen zink je weg. Weet je, Almere is al bijna verdwenen. En dat is ongelooflijk. En wij in België hebben de enigste berg in de hele regio. Wij lachen, en om te denken, eindelijk, jullie verdwijnen gewoon. We hoeven niet wachten. Die campings gaan vanzelf leeg in het buitenland. Hè? Interessant, ja, en dat komt door dat we veel te eenzijdig aan het telen waren. Nou, je kent het allemaal wel. Dus ik dacht, wow, interessant. Wat kunnen we doen? En we weten niks. En wat kunnen we doen? Nou, wij op onderzoek, want dat doe je als je niks weet, je gaat een keer rondkijken, blijkt natuurlijk al ontzettend veel te bestaan. Want dat is ook een ding, alles is er al. Hè? Alles wat we nodig hebben om dat probleem op te lossen, hebben we. De truc is, durven we ervoor? Hè? Gaan we ervoor? Kiezen we om ervoor te gaan? Nou, wij dachten iets wat we doen, wij moeten helpen, dus wij bouwen een huis. Want iedereen snapt het concept huis. Ja? Je kunt erin, je kunt voelen. En wat doen we? We gaan dat modulair bouwen. Modulair wil zeggen dat in de fabriek, in de computer, tik tik tik, tik je alles uit wat je nodig hebt. Een machine maakt het en het komt er als Lego elementen uit. Dus je moet
In 2 dagen bouw je een huis. Niet in maanden, in 2 dagen bouw je dat huis. En het mooie is, je kan het erna weer uit elkaar halen. En in hout blijkt dat goedkoper te zijn dan in staal of dan in beton. Dus, snel bouwen, betaalbaar en nog een duurzaam ook. Boom, dat is al een mooie. Toen dachten wij, ja, muren enzovoort nodig. We gaan biobased materialen. Materialen die van de natuur komen en terug naar de natuur kunnen gaan. Dus als je ze niet meer wil, zou je ze in principe gewoon, huppakee, het veld kunnen gooien en dan verdwijnen ze. En we werken met 50 designers, want wij vinden niks uit, wij vertellen het verhaal. En we delen alles gratis. Alle kennis gewoon openbaar. Dat was ons doel. Nou, we hebben het gebouwd natuurlijk, want anders zou ik hier niet staan. En dan, dit is het huis, dat stond op de Dutch Design Week, staat nu op de Floriade in Almere. Hij gaat daarna naar België en gaat gewoon rondtoeren. Zoals je ziet, modulair gebouwd. Dus inhoud, tjik tjik tjik. En meer dan 100 materialen van de toekomst. Ik zal er een paar laten zien. Dan ziet u wat er allemaal is. Niks met urine. Sorry voor de mensen die puur hier gekomen zijn voor het urineverhaal. Niks. Hè? Links kent u lisdodden, de sigaarplant. Wat is er zo ongelooflijk cool aan lisdodden? Is dat het groeit in natte omstandigheden. Hè, ik weet niet of je dat weet, maar wij moeten in Nederland... Ja, ik woon sinds januari ook in Amsterdam. Dank je voor de toegang. Wij moeten... Ach, er is alleen die weg loopt, zie je. Kijk, van. De confrontatie met lisdodden is te hard voor sommige mensen. Dat is ja, de man dat lisdodden neerzet. De mooie aan lisdodden is dat het ontzettend veel CO2 opneemt. Het groeit in nattigheid, want we moeten dus in Nederland onze landen gaan hervenen. En dus terug in Gouden kennen jullie veen, dus eigenlijk terug nat maken. En veel boeren zijn terecht, en zoiets van, ja, mijn land wordt hier afgepakt, ik ga hier niks kunnen groeien, maar je kan lisdodden groeien. En die hoopt de aarde op, tot 2 centimeter per jaar. Dus die plant, die doet dus alles voor je, die hoopt die aarde op, die gaat nog een keer CO2 vasthouden en je kan ze gebruiken om mee te bouwen. En nog kijken we er niet naar en krijgt hij geen prijs. He? Dat is hoe egoïstisch dat wij zijn. En dan heb je hennep, dat ken je. Oké, nou. Je kan er fantastische plaatmaterialen van maken, je kan er huis mee bouwen, het is een huis gebouwd van kalk en hennep, dat is het, kalk en hennep. 10% van uw energierekening nog over, that's it. Ja, kun je prachtig doen, bestaat trouwens al heel lang, hè? Ik zeg dingen die al heel lang, soms langer dan sommige mensen die oud zijn, dat kun je al denken. Hè? Hier, dit zijn algen, fantastisch, algen bestaan nog veel, veel, veel langer dan de mens. Algen nemen 2 keer zoveel CO2 op als een boom of als planten en geven 2 keer zoveel zuurstof af. Je kweekt ze overal waar je wil, je kan elke boerderij ombouwen tot een algenboerderij. Het is voedzaam voor jezelf en voor de dieren, hè? Maar je kan er ook prachtig mee kleuren. Kijk eens, het zijn alle kleuren van alle algen. Links is leem, Brussels leem gekleurd met algen. En je kan er dus ook textiel van maken, zoals je rechts ziet. Algen zijn fantastisch. Of, als dan toch mensen die houden van stront, waar zitten ze allemaal, de strontliefhebbers hier. Hè? Dit zijn tegels gemaakt van de afval van riool. Dus je hebt riool en dan doe je de waterzuivering. Nederland trouwens, koning waterzuivering, fantastisch. Water eruit en dan heb je een hele hoop shit over. Hè? En dan als je het wc-papier eruit neemt en de juiste bacteriën gewoon uitneemt, kun je daar gewoon deze tegels van maken. Dus gewoon harde tegels voor buiten, kun je tegen de regels, tegen de regen, is gecertificeerd, ja, 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 gewoon. Terwijl er op het toilet zit, zijn de tegels aan het maken. Ja, gebeurt met algen. Dit is mycelium. Wie kent het mycelium? Wie kent het al mycelium? Ah, kijk, toch een aantal. Heel goed. Mycelium is de wortels van de paddenstoel. He? Dus ik ga op mensen zeggen, helemaal weg dat kan. Ik heb een plaatje mee. Linksboven ziet u gewoon lisdodden of hennep of stro afval. Niet eens het beste, gewoon het afval. He? Dan doe je daar een klein beetje de sporen van een paddenstoel in en dan heb je in 1 week rechts. Als je het dan niet droogt, dan krijg je links. Ja? Dus in 1 week, dan droog je het op 40 graden. Ik heb het gevoel dat ik een kookprogramma maak, maar niet uit. Op 40 graden en in 2 weken tijd ga je van prut naar af. Ja? Een afbouwmateriaal. Dus kun je dus gewoon ook een paviljoen van bouwen. Toevallig hebben wij dit ook gemaakt. Dus dit is de buitenkant, is mysterie. Dus voor de mensen die zeggen, ja, maar voor wat kun je het gebruiken? Hè? Nou, voor de buitenkant, isolatie, binnenkant. Dit heeft de hoogste akoestische waarde die je kunt hebben. De tweede hoogste isolatiewaarde. Kost geen drol, want wat is het? Afval van hennep en stro. Maar dan krijg je een paddenstoel. Hè? Nou, in Nederland veel paddenstoelen. En dus je kunt hier isolatie hebben, fantastisch. Dit paviljoen is 10 ton CO2 negatief. Dus het is beter om dit te bouwen dan om niet te bouwen, zijn de tegen onze sponsors. De vloer trouwens, ik had dit zo'n mooi verhaal. De vloer is gemaakt van aardappel, jutte en lisdodden. En dat is een vloer. Ik wist nog niet dat kon, hè?
Henk Mandammers heeft dit bedacht. Dit bedrijfje begon 3 jaar geleden met 3 medewerkers en ze draaien nu 70 miljoen omzet per jaar. En ze verkopen natuurlijk niet die tegels, maar het bindmiddel, want daar verdien je meer. En het antwoord is heel simpel, dat kan. Ja, dus je hoeft niet cement te hebben, men heeft ook geopolymeerbeton, hè, dat is al beton zonder cement. Maar dit is zeker voor voetgangerszones en andere zones fantastisch. Bacteriën doen het werk. Bacteriën bestaan al sinds way, way back. Voor de mens moeilijk. Maar we kunnen wel degelijk ergens uitkomen die een stuk groener en misschien wat socialer is dan nu, als we durven te hebben over waken. Niet alleen over technische dingen, maar over waken. En dan hoop ik dat er iemand komt te staan en die zegt, meer kleur, dat is iets dat we moeten gaan doen. En niet, we wachten tot ze vanzelf komen. Dank u wel. Zou ik zeggen, wat? Wat? Oh ja. Het is een totale chaos aan het worden. Dat, kijk, oh ja, ook jullie nog bedankt. Ja, had ik nog. Er zijn. Kweekvlees vind ik heel lekker. Ja, zeer gezond. Iets over kweekvlees. Ook zeer veel vernieuwende en veranderende en confronterende boodschappen voor de vrouw. En dat vond ik fantastisch hoe die dat deed. En ik heb ook heel erg het gevoel van, oh, ik wil hem vaker horen, ik wil met hem werken, weet je wel. Dat is echt iemand die ons echt helpt om, om verder te komen. Ja, dat heeft technische door die allemaal voor elkaar gekregen. Het is ongelooflijk hoe ze dit, gefixt heeft. Niet alleen het doorzetten, hè, van 2 jaar te 2 keer uitstellen. Maar dat ze het mogelijk heeft gemaakt. En zoveel mensen, echt, en ook echt doorgewinterde klimaatstrijders, zo geïnspireerd weer naar huis gaan. Dat was gewoon geweldig. Dus het, Peggy, geweldig gedaan. Heel goed. Nou, ik weet dat ik geen wijn meer kan drinken. Ik weet dat ik geen biefstuk meer ga eten. Maar ik weet ook dat ik heel veel kan veranderen. Ik ben het met je eens. We moeten aan de ene kant met de mensen aan het werk. Maar aan de andere kant moet de politiek die crisis ook voelen. Hou ik nog steeds even bij die politiek, hè, waar die change of heart nodig is. Je moet zo'n burgerberaad ook wel eigenlijk het mandaat geven om te zeggen wat jij verzint. Doen. Ja. Nee, Peggy heeft het top gedaan. Ja. Ik kan niks anders zeggen. Chapeau voor Peggy. Ja, goed zo. Ja. Al de mensen die erop af zijn gekomen. Dus als we allemaal weer een klein beetje iets beter ons best doen en iets gaan verbeteren, nou, dan zijn we toch weer een beetje opgeschoven met elkaar. Nou, en dat moet een samenwerking dus zijn tussen die overheid die zegt, jullie hebben een mooi initiatief gehad en wij vinden het niet erg om het te onderhouden en het af te pakken. Dus ik ben helemaal niet zo tegen die overheid. Die overheid hebben we voor die zwakken of die waarden heel hard nodig. Alleen op de een of andere manier, dat hoor je ook weer, die overheid loopt altijd achter. Want in de stad in Gouda gebeurt er al onwijs veel. Je hoort het van mij al minstens. Zonnepanelen gaan skyrocketing, weet je? En daar heeft die overheid amper wat voor gedaan. Dat doen de mensen wel. De mensen worden wel wakker. Dus ik zou inderdaad eerder zeggen, mensen komen naar het stadhuis en laten zien hoe belangrijk jullie het vinden dat dit gebeurt. Ga voor wat je wil. En op deze manier gaan wij de wereld veranderen. We hebben het pas weer gehoord. 80% van de zweefvliegpopulatie in de halve Veluwe is gecrashed. Ja, over dat biobased bouwen en circulaire economie echt een eye-opener. Is zoveel mogelijk, dat had ik echt niet verwacht. Dus dat vond ik erg mooi. Ik heb trouwens voor de rest ook een petje af voor Peggy, de manier waarop ze dit georganiseerd heeft. Want het lijkt me een hell of a job. Nou, voldaan, vermoeid, maar zeer vrolijk. Ja. Maar dit was zo divers en ja, ik was zelf ook helemaal verbaasd over alle fantastische sprekers en de interviewer die een grap maakte, Lucas de Man die eindigt met een ludiek, filosofisch, spiegel, natuurverhaal, heeft alles bij elkaar gegooid en natuurlijk ook Marjan Middelsma, Jelme Mommers, ja. Ja. Want wat wel leuk is, er waren ook echt oprecht mensen die helemaal niet zo klimaatbewust zijn, die allemaal een beetje sceptisch zijn in dat. En ook zij zeiden van wauw, dit is, ze zijn een soort aangehaakt. Dat moeten we hebben. Mensen moeten steeds meer aanhaken. En dan wordt duurzaam straks de nieuwe sexy, hè, wat Lucas de Man zei. Ja, ja, ja. Super. Nou, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.